Aan de telefoon hebben we Yvonne de Laat. Goedemorgen. Goedemorgen. Had ik het nou goed begrepen of niet? Ben je jarig? Ja. Toevallig vandaag. Ja. Nee, dat is niet toevallig, dat is elk jaar toch? Nee, maar wel toevallig op dat wij dan... Hey, proficiat Yvonne. Dankjewel. Iets wat je niet aan een dame mag vragen. Hoe oud ben je, hoe jong ben je vandaag geworden? 48. Oh, wel lekker jong. Goeie een bloemke nog. Ja. En dat vieren jullie elders, hè? Bij Hans altijd jong, hè? Oei, oei, oei. Hier kunnen we nog wel even een half uurtje over praten, denk ik. Nee, doen we niet. Doen we niet. Goed, Yvonne, hoe volg jij het gebeuren? De nieuwe aanwijzingen zijn verschenen. Lees je die altijd aandachtig? Ja, zeker, ja. Maar je kunt er nooit veel mee, hè? Nee, dat vind jij? Ja, ik denk dat ze meer gemaakt zijn om je onderwijs te brengen dan... Ja, het zal wel iets betekenen natuurlijk, maar... Zullen we ze eens even erbij pakken? De ervaring is wel dat het mensen alle kanten opsturen, meestal. Hoor ik op de achtergrond te zeggen. moeten we ook al denken in de richting van een prinses of een vrouwelijke prins, zoals het eigenlijk correcter is? Of denk je dat dat dit jaar nog niet gaat gebeuren? Ik denk dat het nog niet gaat gebeuren. Dus die kunnen we gewoon wegstrepen wat jou betreft? Even 10 jaar moeten wachten. Oké, daar ben ik het wel mee eens. Oké, maar nu de aanwijzingen. De eerste. Ik denk toch nog even, waar stoel jij dat op? Waarom denk je dat? Ja, eerst moet die naam dan ook genoemd worden door Den Hillem Birkel. Dan wordt het pas gevraagd. Dus een vrouwelijke kandidaat moet gedragen worden. Dat bedoel je. Ja. We zijn er nog niet aan toe, vind je? Ja, heel veel mensen wel, maar ook nog mensen niet. Nee, dat is... mensen die nog een beetje achterlopen, zeg maar. Hè? Die mensen die het wel willen. Ja. Loop een beetje achter. Pas op wat je zegt, Yvonne, want hij laat je zo struikelen. Huh? Ja. Goed, we pakken de aanwijzingen erbij. En Bert, jij mag ze... Ja, ik zal ze alle vier even opnoemen, Yvonne. En dan moeten we dadelijk maar even per aanwijzing kijken waar jij aan denkt. De eerste aanwijzing was binnenste buiten. De tweede, de import overheerst de stem. De derde, vele kleuren en accenten. En vier, voor het zingen de kerk uit. Ja. Als we naar de eerste kijken, binnenste buiten. Ik denk dat de ene binnen de bebouwde kom woont en de andere buiten. Oké, dat is een goeie. Ja. Oké, dus daar moeten we dus eentje buiten de bebouwde kom en eentje binnen. Oké, ja. En welke namen kwamen er toen langs bij jou? Peter de Groot. Is er dan eentje van? Nog steeds op Jan van den Boom al jaren. Dus. Ja, en Jan van den Boom is ook. Dus de twee die veel genoemd worden is toch Peter de Groot en Jan van den Boom. Maar die wonen alle twee in het buitengebied. Dus ja, kan alle twee. Ja. Ja. En de tweede? De import overheerst de stem. Ja. Nou, de stem, dat is meestal de prins, hè, want die praat meestal. Ja. En ik denk dat wat hij om zich heen heeft, dat allemaal import is. Zijn vrouw en zijn adjudant. Je wijst dan niet naar de vrouw of zo van de prins. Als Jan prins zou zijn, is hij de stem, zeg maar. Ja. En dan zou zijn vrouw en zijn adjudant wellicht... import zijn. En vrouw. Ja, als ik import overheerst de stem, dan denk ik meteen aan een vrouw. Dus dan denk ik meteen aan de vrouwen van de hoogheden. Maar goed, het is een goeie. Ik vind dat je er goed over nagedacht hebt, Yvonne. Je brengt op mij ook heel compleet andere gedachtes wat de aanwijzing betreft. Ik ben nieuwsgierig op jouw derde. Wat jouw visie is op de derde aanwijzing. Vele kleuren en accenten. Ja, laten we even naar voor het zingen de kerk uitgaan. Oké, dat wil ik ook best doen. Misschien moet ik eigenlijk meteen aan Troy Dukske denken. Voor het zingen de kerk uit. Ja, je hebt dan de carnavalsmis en dan begint er weer een korte gezongen en dan komen de ploppers. En dan komen er vele kleuren en accenten de lucht in. En dan gaat het Roy Dukske meestal al de kerk uit. Nou, volgens mij, we gaan ze alles opruimen aan de rand. Ja, daar komen ze weer voor terug. Dus toen ik die aanwijzing las, dacht ik meteen, oh ja. Ja, dat is een grote brug. Nou... En heb je daar ook iemand bij? Ja, want ik wist nog niet zozeer wie Jan dan zou kiezen. Maar toen zat ik dus aan Nicole te denken.
Oké. Okay. Ja. Dus Jan van den Boom en Nicole. Ja. Dat is een aparte combinatie, of? Zeg je? Dat is een aparte combinatie, of kennen die elkaar goed? Ja, dat is Loch de Piet, hè? Of is het ook meer de hoop dat er weer een vrouwelijke hoogheid komt? Nee. Het was puur op de aanwijzingen van... voor het zingen de kerken. Ik vind... Als jij zegt van meestal is het om misleiden, maar als ik jouw beredenering hoor, denk ik dat dit wel heel erg sterk is. Ja, vond ik ook. Daar kunnen we iets mee. Ik vind de aanwijzing ook vrij cryptisch dit jaar, dus dan moet ook wel iemand zijn die ook daar kan bedenken, zeg maar. Ja, dat is niet zo, dat is jou niet, hè. En dan denk je aan Yvonne, die daar wel heel erg creatief in is. Ja, ja. Dan denkt u zeker niet aan Jan van den Boom, natuurlijk. Nee. Ja, vele kleuren en accenten, dat kan natuurlijk ook een miracle zelf zijn. Maar goed, als jij iemand moet tippen, wie wordt het dan? Ja, Jan van den Boom. Hè? Met, als adjudant? Nicole. Oké. Okay. Jan van den Boom en Nicole. Ik vind het verrassend, Yvonne. Ik vind het verrassend. En ik vind ook dat jij een goede analyse op de aanwijzingen loslaat. Dus ik ga even met je mee. Ik zit hier nou in een restaurant op de Duitse autobaan, dus ik heb ook al 800 kilometer gehad om erover na te denken. Oké, okay. ja. En maar je hebt uw familie meegebracht, hoor ik aan de stem op de achtergrond. Maar goed, de volgen nog een paar kilometers. Ja, we pakken 150. Dan kan het misschien zomaar weer anders zijn over 150 kilometer. Ja, nee, maar het lijkt me vrij logisch zo. Oké, okay. Goed. Ik ga met jouw logica mee, dat is knap. Oké, dat is fijn. We gaan het over 3 weken weten. Dat is goed. Yvonne de Laat, bedankt voor jouw inbreng. En nog een fijne dag. Zeker op je verjaardag. Oké. Geniet ervan. Houdoe. Verrassend. Ja. Dat zijn weer twee aparte namen. Ja, en weer van ouds dat die twee van de Muppet Show er ook nog achteraan zaten te boeren. Dus het is een van oud ritueel als Yvonne aan de lijn hebt. Oké. Is Yvonne op de terugweg of op de heenweg ergens geen naartoe? Geen idee. Ik denk vakantie. Ja, dus. Wellicht, het is herfstvakantie. Ja.